Ik kom hier 3 keer in de week en het is gewoon treurig. Echt heel treurig. De dieven op Zuilen gaan niet bepaald zachtzinnig te werk. Met grof geweld worden beelden uit grafmonumenten gerukt. Vooral dit soort bronzen beelden zijn in trek bij dieven. Ik zet er niks van bijzonders meer op, hoor. Dan zalen het toch allemaal weg. Je kunt het je niet voorstellen dat iemand dat doet. En, maar zeker niet als het dan ook nog eens het graf betreft van jouw geliefde, je vader, je moeder. Of iemand die jij hier komt gedenken in stilte en in rust. En dat je dan geconfronteerd wordt met dit soort vernielingen, dat is werkelijk helemaal tergend. Dat is wel van de kerkhof in die afkeer om blijven. De begraafplaats in Breda wordt al jaren geteisterd door diefstallen en vandalisme. Ik controleer het wel iedere keer als ze komen, hoor, of er niks weg is. Toch bleef de directie tot nu toe terughoudend met maatregelen zoals cameratoezicht. Met €15.000 is het duur en bovendien vervelend voor de privacy van de bezoekers. Maar volgens directeur Roel Stapper is er nu geen ontkomen meer aan. Ja, je doet toch enigszins afbreuk aan de sfeer op een begraafplaats. Tegelijkertijd hebben wij rekening te houden met de harde realiteit hieromheen. En zien we dit toch inmiddels als een noodzaak. En we willen echt veel doen om ervoor te zorgen dat de nabestaanden hier toch in die rust kunnen blijven vertoeven. En niet bang zijn dat er weer iets fout is gegaan. De camera's komen in eerste instantie alleen bij de in- en uitgangen van de begraafplaats. Denk je dat het iets gaat helpen? Hopen. Dat kan je niet met zekerheid zeggen natuurlijk, hè. Ik weet wel één ding, als ik er geen tref hier, die komt er nog maar af. Die komt er ook bij te liggen dan.